Zo. Zo, maandag weer onze jaarlijkse grote proeverij van de Union de Grand Cru de Bordeaux. Dit keer in de Zuiderkerk. In de Zuiderkerk, prachtige locatie. Oh, geweldige ruimte. Ja. Ja. Ja, ja, twee verdiepingen, het zal een heel ander beeld geven. Ja. Maar dat is wel eens leuk. Ja, het is echt een van de oude Amsterdamse plekken, historische plekken. En dat vind ik wel bijzonder. Ja. Het is natuurlijk met parkeren een beetje lastig, maar als je bij de stoperij je auto neerzet en een stukje loopt, dan valt het wel mee volgens mij. Een heel fout bruggetje doen, een historische klassieke plek, is 2021 ook een klassiek jaar? Ja, nou, ik ben in januari natuurlijk, zoals elk jaar, in Bordeaux geweest om de laatste gebottelde jaargang te proeven. Ja. De 21 wordt dan gebotteld in 23 en dan begin 24, ook vorig jaar, trouwens al eind 23 worden dan de wijnen gepresenteerd omdat ze dan op de markt komen. En voor mensen die het en primeur hebben besteld, wat niet zoveel gebeurt in zo'n jaar volgens mij, krijgen de wijnen dan ook. En als je de producenten spreekt, zeggen ze het is een klassieke jaargang, omdat het klassiek niet zo goed weer was in Bordeaux eigenlijk. Ja. Daar kwam het wel op neer. Ja. Maar ze zeggen dan, het is een klassieke jaargang met moderne technieken en moderne middelen. En dat is natuurlijk wel, ik lach er een beetje om, maar het is wel waar natuurlijk. Ja. De kennis over het oogstmoment en de manier waarop je de stokken behandelt als er veel regen is. Of hoe problemen te lijf worden gegaan, daar is wel veel meer kennis over tegenwoordig. Wat ik me nog kan herinneren, twee fenomenen, hè? Dus voorjaarsvorst. En later enorme schimmeldruk. Hè? Dat precies, was een beetje die twee fenomenen. En dat heeft natuurlijk, wat natuurlijk voor Bordeaux, je zou denken dat ze zwemmen met geld daar, die grote wijnen. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Want je hebt natuurlijk ook een dure overheid. En in zulke jaren is de oogst dus wel heel veel kleiner. Ja. En in Pessac-Léon Wit werd me verteld, is min 70% in 21. En bepaalde delen cent in miljoen door koudere wijngaarden. Gewoon overal vorstschade. Ja. Dus alleen al door de vorst is er veel minder wijn. In Sauternes hebben van de 16 Grand Cru Classés heeft maar een deel gewoon Sauternes gemaakt. Dus het is gewoon, de schade is dan wel echt enorm. Zeker de stokken lopen eerder uit en de kans op voorjaarsvorst neemt paradoxaal gezien toe. Ja. Het 21 was heel heftig, ja. Het najaar was wel goed volgens mij, hè? Ja. En uiteindelijk waarschijnlijk toch hele, hele goede wijnen gemaakt. Ja, nou dat is wat zij zelf ook zeggen, wat wel waar is. De wijnen zijn absoluut goed. En wat mij wel opviel is dat er zeker op de plekken die niet door de vorst getroffen zijn, zoals het plateau van Pomerol en de heuvels, de Côte van Saint-Emilion, daar zijn, en zeker met dat Merlot ook, zijn hele goede wijnen gemaakt. Echt mooi rijp en echt interessant om te proeven, zeker maandag. Op de linkeroever zijn de wijnen echt meer klassiek. Dus iets meer die Cabernet, de Merlot was daar minder en de Cabernet die heeft dan niet echt paprika, maar wel een beetje die ouderwetse cabernet karakter. Alcoholgehalte zijn laag. Ja. Hè, dus in de warme jaren, de laatste jaren, zie je zo alcohol van 14% is niks. Maar nu is het echt 13%, misschien zelfs minder. Dus je ziet echt in die zin wel klassieke wijnen. Ja. En dat is ook een voordeel. Je moet ook wat mindere jaren hebben om de om wat eerder te drinken en om tussen al die warme, zwoele jaren iets meer klassieks te hebben, is helemaal niet zo erg inderdaad. Ja. Dat vind ik ook wel. En op de proef is het echt interessant, vind ik. Ja. Het wordt weer een mooie proeverij, denk ik. Ja, ik denk zeker in zo'n jaar, waar met al die verschillen tussen de chateaus onderling, is het proeven is echt heel, heel interessant en zeker de moeite waard. Dus geniet ervan en kom erin. Van harte welkom.